heen. Ja. Dus ja. Een beetje wie er aan het praten is. Ken je dat? Een auto van een oud vrouwtje, oude persoon, oude man die in een parkeergarage staat waar nooit meer gereden wordt. Nou, dit is er zo in. Ben ik nou het oude vrouwtje of niet? Je ziet er voor de leeftijd knap uit, jong uit trouwens. Precies, ja, precies. Ja, ik heb mijn haar ook gedaan. Nu maar jongen, hoe is het? Ja, het is goed. Het wordt tijd om mijn privéauto weer tot leven te wekken. Zoals je kan zien heeft hij hier eventjes gestaan. Ik heb met collega Wisse een jaar lang in een tweedehands auto gereden. Dit is ook een tweedehands auto, maar goed, in een andere tweedehands auto. Ja. En ja. Je hebt ook nog eens een keer zo'n fout ding om de sleutel zitten, zo'n hoesje. Ja, dat vindt mijn dochter prachtig. Ja, geweldig. Ja, dat zou ik ook zeggen nog. Er zit helemaal geen gevoel van schaamte. Absoluut. Overduidelijk gewoon een accu natuurlijk. En hoe lang is die stilgestaan vanaf? Vanaf april. April? En het is nu, gaan we dat zeggen? Het is video mensen, het is oktober. Ja, het is oktober. En dan moet ik zeggen april 19? Nee, 2024. Ja, ja, oké. Okay, ja. Weet je wat, we gaan even kijken. Hoe heeft die accu zich gehouden? Is die accu, zoals ze dat zo mooi zeggen, gesulfateerd? Wil die nog stroom opnemen? We gaan het zien. Ja, je afstandsbediening werkt niet, Buma. Dus ik zou zeggen, ouvrier rapport en doe maar eens even de motorkap open. Het leuke is, we staan nu ook in de parkeergarage bij het hoofdkantoor. Even kijken eens, hier licht in de duisternis. Eenmaal licht, tweemaal licht. En we hebben hier nog meer licht. Ja. Hé, hey, kijk hier? Eens. Ja, maar wat is hier allemaal aan geknutseld, joh? Wat zit hier allemaal bij op? Ik zie je bedrading lopen hier zo. Dat weet je natuurlijk niet, denk ik, hè? Nee, ik heb een tweedehands gekocht van een meisje wiens eerste auto het was, vandaar die roze sleutel. Ja, ik zie al in de bestaande kabelbom dat ze bedrading hebben aangesloten. Je ziet hier wel namelijk bij deze auto dat die kabelbom bijvoorbeeld hier loopt. Wat je heel veel problemen mee hebt is massapunten. Die doorrotten hier zo, dan krijg je motorkopje terug, geen voeding meer. Maar dat zal dit probleem al niet zijn. Ik zal eens eventjes kijken, het voltage, hoeveel volt deze accu nog heeft, hoeveel leven er nog in zit. Die spinnerag is toch echt wel, is wel uniek, zeg maar. Ja. Ik sta hier wel een beetje te schamen. Ja, nou ja, weet je, dat is natuurlijk het niet gebruik van de auto. Goed, ik pak even de voltmeter, dan kan ik wel een accutester pakken. Maar ja, die accutester die zegt dan toch van ga eerst laden. Maar je kunt wel zien 0,9 volt. Die is dus helemaal hartstikke leeg. En dat komt dus langzaam een ontlading door stilstand. Al die tijd. En net wat ik zeg aan het begin al, sulfatering in een accu, dat is meestal het probleem nu. Want wanneer we nu de accu gaan laden, even, ik kan wel zeggen snel laden, maar ja, snel laden is hier met een interne lader in mijn auto. Dus het wordt niet gevoed door de auto zelf, zeg maar, door de accu van de auto zelf, maar met een interne lader, een externe lader eigenlijk, die dan 14,7 volt die kant op geeft. Ja, en dan moet je toch wel met een goede accu gewoon 20, 30, misschien wel 40 ampère kunnen laden. Ik ga hem gewoon aansluiten. Het zijn gewoon lastige accu-kleppen. Wat vroeg je nou net? Zal ik vast gaan zitten vroeg? Ben je lui of zo? Ja. Nee, dat dacht ik al. Nee, maar het om gaat, ik snap het wel. De gedachte is natuurlijk de starthulp, maar daar wachten we nog even mee. Waarom? Ik ga hem eerst even laden. Kijk, 0,4 volt. Wanneer ik nu namelijk de knop in ga drukken, hier staat 12 en 18 volt, maar dit is nog uit de oude tijd, toerantijd. Dit doe. Nou, je hoort al, je krijgt allemaal meldingen. Dit kan niet. Waarom niet? Hij weet namelijk niet, mijn systeem weet niet, is het nu een 12 volt accu, is het een 24 volt of zelfs 6 volt. 6 volt kan ik eigenlijk officieel geen start op geven, maar daar heb ik wel een manier voor. Maakt niet uit. Nu moet ik eerst even gaan laden. Ik trek aan de knop voor het externe laden en dan gaat hij dus die 14,7 volt geven. Ja, en helaas met maar 0 ampère. Dat betekent eigenlijk, die accu neemt nou dus al geen stroom meer op. Dat is jammer. Maar het kan nog komen dat hij dus langzaam toch weer naar boven komt. En dat heeft even tijd nodig. Dus we laten hem even staan, even laden hier zo. En dan kijken wat hij gaat doen. Hij neemt dus nog steeds geen stroom op, maar wat wel... Wat je wel ziet nu is namelijk nog 14,7, we begonnen met 0,9. Wanneer ik hem nu de knop indruk,
En laat ik jullie gelijk even hier zien. Dan wordt de accu belast. En op het moment dat de accu onbelast wordt, zie je dus 6,4, 6,3 volt. Dus er gebeurt wel iets. En nu is het eigenlijk een beetje... Ja, hij moet boven de 8 volt komen om hem een starthulp te geven. Boven de 8 volt een starthulp geven. Dan kan ik hem namelijk eventjes flink belasten, die accu, met 18 volt. Dan haal ik wel even de accuklemmer af. Maar als die accu maar even belast wordt, dan wordt hij een beetje weer wakker gemaakt als het ware. Je moet er echt geluk mee hebben wat dat betreft. A few moments later. Nou, eens even een nieuwe poging. Na een tijdje geladen, hebben we een heerlijke bak koffie. Kijk, 8,4 volt. Kan ik hem nou een starthulp geven? Nee, waarom? Dus belast. Het lukt hem niet. Nee, ik moet nog even langer proberen te laden. En dat gaan we dan doen met nog een bak koffie. Het is ook... Het zou wel lunch zijn. Zakenlunchje. Nu zul je zeggen, waarom doet hij dat nou? Dat is een extra beveiliging om toch piekspanningen te voorkomen. Dus je kunt onder de 8 volt geen starthulp geven, 12 volt. En, daar komt dus bij, hij gaat hem even belasten om toch zeker te weten, is het wel een 12 volt accu? Ja, het lukt hem gewoon niet. Dus dan werk je gewoon op safe, zo moet je het zien. Buma, zou jij de oven even kunnen afsluiten? Dat wil waarschijnlijk wel weer met de afstandsbediening. Kijk, mooi. Wat ik nu even ga doen, ik ga even kijken, ja, want... Wat heeft die auto nu aan stroomverbruik? Toelaatbaar stroomverbruik bij zo'n auto is 0,04. 0,04 ampère. Hoeveel is dat in amperage in andere getallen uitgedrukt? Dat vraag je aan mij. Heel goed, heel goed, Buma. Dat is 40 milliampère. Ja, jij hebt ook LTS zwakstroom gedaan, geloof ik? Ja. Goed, ja. Of wat ze ons dat zeggen. Je hebt de OLO gedaan. Onmeunig laag onderwijs. Ik haal even de klem eraf. Accuklem is heel makkelijk bij deze auto. Hendeltje overhalen en je hebt hem in de hand. En dan zet ik deze er even weer op. En eigenlijk moet hij nou fonken een beetje, dat hij dus stroom opneemt, maar er gebeurt weinig. Dit is plastic, dus ik kan er rustig tegenaan liggen. Ik pak toch even een doekje. Een zakdoek van Wissen erbij, zie je dat? Ik weet niet wat die beste man allemaal doet, maar... Dus feitelijk heb je hier de minpool van de accu en hier heb je de minpool die natuurlijk aansluit, of accupool, hoe je het noemen wilt. Ik zet hem eventjes op amperage, maximaal 10 ampère, ga je te ver, dan gaat mijn zekering eruit. Ik verplaats hem even en na de tijd moet ik ook altijd deze hier weer in terugzetten, want hoe vaak ik het wel niet heb gehad, dat ik dan even een voltage wil meten. En feitelijk hier een kortsluiting maak, dan vliegt de zekering erdoor. Eerst zet ik hierop. Nu kijken we even naar het getal. En deze zit ik hierop. En dan zien we dus wat hij dus aan stroom verbruikt. Nu, op dit moment is dat even wat hoger. Hoe komt dat? Je sluit die accu als het ware aan. En het moet zo zijn dat die eigenlijk dus onder de 0,04 ampère komt. Kan een tijdje duren. Wat ik wel eens doe is dat ik de auto een keer open. Ah, hoeft niet eens. Kijk. Nou, 0,05, 0,04. Hij zit precies aan het verbruik. En dit is ook de reden dat een accu dus leeg raakt. Waarom? Je hebt dus, hij verbruikt altijd een beetje stroom. Een beetje energie eigenlijk. Hoe komt dat nou? Je hebt een geheugen van een radio en je hebt bijvoorbeeld een ontvanger van je afstandsbediening. Heb je nog meer FIA's hier lopen en je iedereen drukt op die knop van die afstandsbediening, dan zie je de auto reageren op die frequentie, ondanks dat die niet open gaat, omdat die afstandsbediening simpel gezegd niet bij die auto hoort. Dus nu na de tijd waar ik zeg, die eruit en die hier, anders dan dat fris zeker bij mij. Hè? Geloof me, het is niet de eerste keer dat me dat overkomt. Op de achtergrond hoor je geen dinosaurus of een olifant, maar dat is Buma die even zijn neus aan het snuiten is. Goed, ik doe de knop weer in en ik kijk even weer hoeveel staat hier nou op. Kijk, 10,8 volt. Ga hem even weer indrukken, de knop. Het lukt hem niet om die accu er weer bovenop te krijgen. Deze accu heeft gewoon zijn beste tijd gehad. Helaas. En er zal gewoon een nieuwe... Ja, er moet gewoon een nieuwe accu in. We kunnen hem wel aan de gang krijgen door middel van een starthulp natuurlijk. Dat is gewoon, dan pak ik even de NoGo Genius erbij hier zo. Of een losse accu in extern. Dan gaat hij het wel doen. Maar ik denk dat je beter eventjes door een collega een nieuwe accu kunt laten, moet laten monteren. Dan gaan we dat maar doen. Ja? Ja. Goed. Nou,
Tot zover in ieder geval deze video. Wij gaan weer terug naar boven weer om verder te filmen, denk ik. Jazeker. Nog meer koffie te drinken. Hoi. Tot de volgende keer. Ciao. Heb je nou een lampstuk? Zorg er dan voor dat je een lampenzetje bij je hebt. En lukt het nou niet om je lamp zelf te vervangen? Bel dan de Wegenwacht. Dan kun je in de tussentijd mooi kijken naar onze video's. En vergeet niet te abonneren.